Dit is de serie over de ziel. Ik kreeg dus de inspiratie om mijn ziel te schilderen. En toen begon ik gewoon met die blauwe werveling van energie. En toen kwam dit eronder uit. Dat ging stap voor stap. Ik wist eigenlijk geen enkele stap wat ik aan het doen was. En later zag ik dat ik hier dus in feite het lichamelijke, het fysieke in de fysieke wereld geschilderd had. Terwijl de ziel met het hoger zelf in een andere dimensie verkeert. En dit is de verbinding ervan. In de esoterie noemen ze het antakarana, de verbinding tussen de ziel en het lichaam. En die had ik toen. En toen kreeg ik het tweede van, ja, als de ziel nou sterft, wat gebeurt er dan? Dus dan verdwijnt dit, maar je hebt wel die antakarana, die verbinding. Dus in die verbinding wordt alle informatie, alle ervaringen van de ziel uit het leven, worden in de ziel opgenomen. En dat is wat, dus alle liefde, alle dingen, al je leeroogst en je lichtoogst, die komt hierin. En die neem je mee, ook eventueel naar een volgend leven. Hier zie je weer het hoger zelf, wat ook weer verbonden is ook met de kern van de ziel en met hemel hier naar beneden. Nou, bij de volgende zien we dan wat er daarna gebeurt. Informatie van een leven heeft, dan heeft het ook meerdere keren gedaan. Dus dit zijn voor mij allemaal symbolen van verschillende levens die allemaal aan die ziel hangen. Maar ik zag het dus driedimensionaal, dus veel meer. Ik kan het alleen maar een platte vlak doen. En het hoger zelf is nu als het ware een soort cirkel, een ring eromheen. Een licht wat het allemaal omhult. Dus je slaat al die gegevens van al die levens, die sla je ergens op. En die neem je weer mee naar eventueel een volgende incarnatie. Dus dat is wat deze doet. Of vertelt. Nou, deze laat zien dat je als ziel niet alleen bent, maar dat je in een zielenfamilie bent opgenomen. En de zielenfamilie heeft allemaal verbindingen van liefde en licht met elkaar. En die zielenfamilie kan dus zowel aan deze kant van de sluier van de dood als aan de andere kant zijn. Je hebt dus nog steeds verbindingen met alle mensen die je ooit gekend hebt in je leven. Die verbindingen zijn er nog steeds. Nog steeds is dat jouw zielenfamilie. Logische gevolg dat je alle zielen uiteindelijk teruggaan naar het licht, naar het goddelijke, naar de eenheid. Dit schilderij kan ook laten zien dat het hier juist geschapen wordt, dat het naar buiten gaat. En dat is het grappige, dat wist ik niet toen ik het schilderde, dat je zowel naar binnen als naar buiten kunt met het geheel. En dus ik heb hier weer die symbolen van die zielen geschilderd en die gaan eigenlijk zo in eenheid naar God, terug naar het licht. En voorbij alle vormen en voorbij alle, ja, alle dingen in dualiteit.